Oh, okay, so I guess. Oh! Hoekie! Hoekie! Wat?! Ik dacht, die zit erin. Ik dacht dat er een vuistje gaat de lucht in. Ja, dat vuistje. Ik wilde zo hard dat vuistje de lucht in doen. Alles ging goed, maar dat affinesse, dat was wel slecht. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. Ditmaal ben ik met een gast, Ferry. Ja. Hey man. We zijn aanwezig. Mag ik een handje? Ja, het handje. Een handje wordt gegeven. Vandaag zijn wij in FIFA 16 Ultimate Team en wij gaan vandaag FUTDraft doen. Ja, zeker. Oké, weet jij daar iets vanaf? Heb jij het eerder gedaan? Ja, ik heb het 1 keer gedaan. 1 keer gedaan. Ik heb het nooit gedaan, dus het wordt aangedrukt. Kijk hier, dan krijg je ook die introductie. Ja. Welkom bij FUTDraft. Wil je gebruiken? Ja. Oké, welke opstelling zullen we doen? Ja, ik weet niet. Ik vind 4-5-1. Dus een soort alternatief op 4-3-3. Gaan we die gewoon doen dan? Ik ben er een voorstander van. Ah, die is dan denk ik wel het beste. Oké, druk maar aan. Ja. Nou, die captain, daar komt hij. De captain. Die Hulk hoor. Ja, gewoon voor die Hulk. Ik denk Hulk. Ja, hij ziet er wel goed uit. Ja, maar die man heeft er nooit slecht uitgezien. Ah, dan gaan we. Ja, die neem ik niet. Huppakee, Hulk. Oké, wie wordt de spits? Robert! Ja, nee! Ja, die man moet sowieso worden genomen. Dit is gewoon bedoeld. Het spel is voorbij. Ja, zet hem maar in hoor. Daar gaan we gewoon. Maakt niet uit. Geen chemistry nodig, die gozer. Boeit niet. Heb CM'tje. Oh god. Ah, dit is triest. Ja. Koffie. Lekker. Lekker koffie. Lekker bakkie koffie. Oké, LM. Oh. Oh, Frankie zie ik erbij staan. Roy zie ik erbij staan. Dit zijn veel goede keuzes hoor. Ja, wat, we moeten even denken, wat voor soort team willen we eigenlijk maken dan? Als ja, dat is het punt, want we hebben nu zeg maar Hulk, wat eigenlijk al een klote keuze was. Ja, chemistry geweest. Ja, voor dit wel, ja. Ja, ik ben altijd al een voorstander geweest van Bundesliga. Ja, jij wel die reus. Die ziet er goed uit. Ja, dat is gewoon een knap jongen. Maar dan zie je die Sanchez in die Hazard en denk je van, fuck ouwe. Hij is wel in vorm, hè, die man. Hij is second in vorm volgens mij zelfs. En hij heeft de beste shooting van allemaal hier. Ja, dan wordt het gewoon zo Sanchez. Ja, doe maar Sanchez, ja. Gaan we gewoon voor BPL. Jeetje. Ja, dit is saus. Ja, dit is echt saus. Is er iemand BPL hero? Deze man. Ja, zet hem maar in. Hebben we tenminste nog een beetje chemistry. Een CM'tje. Wie zijn dit nou weer? Xhaka? Boateng? Bundesliga dan. Kunnen we hem switchen. Gewoon zo'n... Zou kunnen. Zou kunnen. Of zo'n vieze Kroaat, die blijkt op CM altijd goed te doen. Ja. Maakt niet uit, als er maar die iets in zit, dan... Wat zijn de statistieken? Ja, doe maar die Boateng dan. Ja. Hebben we tenminste nog een Boateng. Rojo is een best goede keuze. BPL dan, toch? Ja, sowieso. Nou, linksback. Komt maar met iets moois. Volgens mij is geen enkele BPL hier. Nope. Ja, je weet het, Felipe Luis, die wil het wel baten. Ja, dan wordt het Felipe Luis. Ja, gewoon doen. Wie hebben we hier? Ja, zegt me ook geen enkele. Dan wordt deze man, die is BPL. Ja, zet hem maar in. Dan hebben we het nog iets. Rensbeckie. Wat een Hulk, hè? Coleman? Ja, inderdaad. Ja, maar dat is BPL. Maar die Hulk, dat is een drama. Want we hebben geen enkele Russische leagueman gezien. Nope. Gewoon voor die Coleman gaan dan. Ik denk Coleman, ja. Nou, keepertje, die is belangrijk. Doe maar een Courtois'tje. Dat zou lekker zijn. Wat is dit nou weer? I don't know. Misschien Buffon ook? Ja, Buffon dan. Gaan we voor de veteraan, hè? Sowieso voor veteraan. Veteraan is altijd wel gek. Ja, veteraan. Veteraantje gewoon. Ja, veteraantje. Zet hem maar in. Ah, nu die bank dan, hè? Ja, we moeten het van de bank hebben. Kijk, die Navas. Die speelt wel lekker. Dit is aan jou. Kies er maar eentje. Dat informpie is er gewoon goed uit. Ja, het zijn mooie kaartjes. Indrukwekkend. Het is triest. Dit kun je triest noemen. Er is gewoon letterlijk geen... We kunnen hem nemen en dan eventueel nog switchen. En dan samen met Felipe Luis heeft hij goede link. Oh ja, dat is waar. Neem we Godin? Ja, doe maar. Ja, dat is een goeie. En dan kan je die Rojo kan je bijvoorbeeld rechts doen. Zo, en dan die Cameroenman eruit. Hoppakee. Ah, lekker. Mooi linkie. Gaan we gewoon. Volgende. Wat hebben we hier? Oh, Marcelo Alaba. Oh man, the dream. Yep. Hadden we nou maar die race genomen? Ja, maar even kijken. Wat hebben we? Bundesliga. Alaba. En wat hebben we er nu in staan? Ja, of gewoon Piqué. Die linkt ook weer met Godin. Maar dan...
Ja, dat is ook En dan weer kunnen zo. We ook naar Navas doen als keeper. Dat is ook weer zo. Ja, dat gaat gewoon Piqué, lekker, hoor. Je weet het, hij staat altijd in de weg. Ja, die man is altijd vrouw. Zet hem maar gewoon in. Zet hem maar in. Nou, dag. 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 En dan even meneer Navas. Kijk. Buffon op de bank. Kijk, dat is al 61 chemistry. En de volgende. Oh, Castro in vorm. Kijk, dat vind ik mooi om te zien. Mm. We hebben er niks aan, maar het is mooi om te zien. Maar we hebben voor de rest ook Russian League. Misschien... Een CVM? Oh ja, dat kan enigszins linken. Ja, met die Hulk. Ja. We willen eigenlijk een strong link op die TVS, maar ja, dat gaat er sowieso niet worden. Nee. Nou, misschien niet met Pastore, Argentijntje. Oh, die kunnen we achter TVS doen. Ja, okay, doe maar. Gewoon lekker neerzetten. Zo. TVS, hoeveel heeft hij? 7. 7, kijk, dat is wel lekker. Hij wil een beetje baten. En wat is dit nou weer? We hebben nu zo'n saus. Ja, die 76, TVS is denk ik sowieso wel beter. Ja, zet hem maar neer. Zet hem gewoon neer. Meneer Davies. Oh. Die heeft een lekkere link met... die heeft zeker een goede link. Nou, dat is... dag meneer Hulk. Ja, dag. Neymar. Ja, die heb... Ja, Neymar... Jawel, die kan... Ja, dan of Sanchez dan eruit. Want dan heb je weer die link met die Felipe Luis. Ook groen, omdat ze allebei Brazilianen zijn. Ja, maar ik wil die TVS wil ik goed neerzetten. Ja, we gaan wel toch meer voor die TVS, hè? Ja, sowieso meer van de TVS. Hup, die Maria. Dag. Dag Hulk, dag. Heppa. Hoeveel heeft hij nu? Oh, nog steeds 7. Wat? Ik dacht echt dat hij dan wel omhoog zou gaan eigenlijk. Ja, dat dacht ik ook. Hmm. Oh, dat is best kut. Nou, volgende. Eens even kijken. Pedro. Cruze. Maar waar gaan we die zetten? Geen idee. Die kan er gewoon niet in. Zeg maar, het is jouw keuze dit. Ja, misschien gewoon een extra links mid is wel handig. Dus ik zou zeggen een Pedro. Ja, we gaan voor die Pedro. Zabaleta. Op die ene... Ja, dat wil wel baten. Maar die Guatin, of Guatan. Gaitan, ja. Gaitan. Die is ja, dan hebben we sowieso, dan hebben we sowieso toch wel. Ja, maar dan is onze linksachter wel weer naar de kloten. Yep. Wacht, doe eens even X. Even inhouden. Wie hebben we rechts achterin? Een of andere... Ja, die Coleman. Ja. Oh, dit is lastig. Dit is lastig. Maar hij heeft ook maar één link met... Hij heeft alleen die Davis. Hey, wat we trouwens ook zo direct moeten doen... Misschien die Marcus Rojo er wel in, zodat die Argentijn in het midden goed linkt, zodat die uiteindelijk ook weer goed linkt naar TVS. Dat is wel lekker. Ja, dat zijn allemaal theorietjes. Maar die Sanchez eruit voor die Gaitan? Ja, alles voor TVS, hè. Ik heb het over voor die man. Ja, de offer moet worden gemaakt voor TVS. Ja. Meneer TVS, die gaat baten. Heppa, mooi. Ja, 10. Ja. Kijk, hey. Daar gingen we voor. Ik dacht echt, we krijgen echt geen chemistry van hem. Nee, maar echt sterrenspelers hebben we overal. Allemaal op de bankie, TV's erin. Ja, die man moet wel echt gaan handelen. Oké, even switchen misschien. Hebben wij überhaupt nog reserve CM's behalve Fernandes? Meneer Koffie. Ja. Oké, behalve meneer Koffie. Ik denk dat dit hem is. Ja, we hebben alles extra, zo is goed toch? Ja. Nou. Dames en heren, welkom bij het team. Daar gaan we. Wacht voordat je... Oh, we krijgen... Wat is dit? Oh ja, manager. Oh, je kunt nog extra chemistry uithalen. Oh ja. Die heb met links met mensen die niet in het veld staan. Die ook niet. BPL? alleen deze man nu met die... Ja, oké, maar die winger. Oh. Argentinië natuurlijk, ja. Het zijn wel toch drie extra... Kijk, 80 klinkt toch wel lekker. Ja, en het gaat voor die TVS, hè? Ja, alles voor TVS. Maar hij? Duidelijk. Het wordt deze de Argentijn, man. Hij wordt erbij gepakt. Oh, nou, overzichtje. Kijk hier, topspelers, Di Maria. Waarom staat TVS er nou niet bij? Dat is gewoon de topspeler. Ja. Vieze man. Ja, ze snappen het weer niet. Ja, we gaan spelen. Oh. Kijk hier, en een gasten. Ja, klik gast toevoegen. Doe jij het eens? Kijk. Ik ben erbij. Lekker. Nou. Shirtje, piqué, mooi. Oké, dit is ook mooi. Zwart shirtje, ziet er goed uit. Lekker spelen. Daar gaan we. Oh. Oh. Ja, hij heeft die Chris. Ja, zo, 96. Zo. En hij heeft 90 chemistry. Ja, maar kijk eens wie er in de spits staat. Zo'n vieze Argentijn. Ja, zo'n koentje. Gaat er gehandeld worden. 3-5-2. We gaan ervoor. Evert, laat het baten. Ja, alsjeblieft, laat het baten. Oké, ik ben rood, jij bent blauw. Daar gaan we. Oh man, die Gerrit. Vieze Gerrit. Het is apenhoofd. We hebben die Bernat eigenlijk nodig nu. Ja, echt hè. Hij zat er wel.
Ja. We hadden hem gewoon even moeten kiezen. Gewoon de Chris Handler. Oh nee, joh. Oh, lekker hoor. Meneer okay. Vast. Midden. Ja, kan, TVS die kan niet koppen, hè? Tuurlijk wel. Hij kopt. Ja, maar niet goed. Oh mijn god. Zo bouw, zo derp. Kijk dan. Ja, die Gerrit. Ja, Jezus, die snel. Hij handelt die Gerrit niet. Wordt Sanchez erbij gepakt? Die wordt er denk ik heel snel bij ingepakt. Op de Noer. Oh. Nee! Oh, nee! En weet je waardoor dat komt? Op de Noer. Nee, Gaetan. Die hield die Gerrit in eerste instantie niet in toom. Ja, nou, Sanchez. Ja, kom druk maar op de startknopje. Die reinforcements worden meteen erbij gepakt. Eerste kwartiertje. Hup, niet presteren, bankie. Ja, we doen een kwartier gehad. Moet genoeg zijn om te presteren. Zo! Overheen? TVS? Ik weet niet wat gebeurde, maar opeens was gewoon de bal in de lucht. Mijn ogen hield het niet bij. Opeens TVS schiet ineens met links of zo. Ja, jij hebt nog wel je ogen gelezen om het beter te maken en er gebeurde gewoon iets. Joepelmeet. Joepelmeet! Ja! Ja, lekker! Mooi! Wie is het? Ja, meneer Coleman, onze rechtsback. Coleman. Wat een baas. Wat is het, onze rechtsback? Ja. Ja, hij is gewoon hier, plop. Ik ben op positie, daar. Lekker hoor. Ik zie je. Hallo? Hi. Tieft hem dat hoekje in. Onderom dat typetje. Ja, lekker hoor. Vuistje mag de lucht in. Lekker hoor, meneer Jermaine. Was en, door, hè. En wie scoort er nou niet? Ja, TWS. TWS, die staat ergens op het middenveld. Die stond, kijk hier, daar loopt hij. Daar rij je hem toevallig. Erg apart. Paasje boven. Lekker. Davies. Meneertje Davies. Oh, die man. Oh, nee, en dan log ik uit. Oh, verdomme man. Hey, ja, joh. Hey. Hier, ik neem de bal wel. Geen probleem. Hoppa. Ja, dag. Doodstrap. Ja, Gerrit. Geel kaartje. Hier. Mooi. Komt ie. Gerard. Die is goed. Die is heel goed. Die is heel goed. Nee. Waarom zo hard? Ja, nee. Het wordt een bestje. Nee. Er werd gebest. Ja, dus de eerste helft is voorbij. Niks aan de hand. Hij ziet er goed uit. Ah, gaat lekker. Ja. Nee! Scripting March! Even lekker roteren. Nee! Oh, kan ik het nog doen? Yeah, nee, ik was een dansje aan het doen met TVS. Oh, dat mag ook. Zo, daar ben ik tussen. Nee! Ja, je weet dat je niet mag stiften mag in dit spel. Je mag niet stiften in dit spel. 4 van 15, prima. Stiften, ja. Lekker kleuren, binnen de lijntjes. Rennen maar. Philippe Louis. Ja, dit... Oh! Hoekie! Nee! Er werd niet gehoekt. Oh, nee. Oh, die fles was zo hard. Oh. Ik kan niet inloggen op die mensen. Oh, weg. Gewoon tiefde weg. Bam maar is weg. Daag. Oh, wacht, dag. Stress? Nou, TVS rent die er langs. Wat een nee, jij hebt TVS. Niet ik had TVS. Oh, in ieder geval die er langs rennen. Gerard, kijk. Die staat ertussen. TVS? Geen aanname. Oh. Hier, boeken. Oké, kom op. 1-1. Keeper komt op je af. Kijk. Ja, die man scoort toch. Fluisie mag de lucht in. Ja, we gaan even die next and corner vlag pakken. Ziet er goed uit. Schoppen. Yeah. Nee, even dat vuistje er tegenaan. Ja, lekker. Dat is lekker. Kijk, zo bewijst hij zich. Ja, precies. Hij stond er gewoon letterlijk in zijn eentje daar. En dan staat hij opeens wel in de spits in plaats van central back. Ja. Zo, geen verdediging. Nou, dan ga ik wel staan hoor. Vooruit. Rennen. Zo! Beentjes kapot. Als TVS neergaat, dan is er toch echt iets mis hoor. Ja, je kan niet zeggen dat hij op zijn nek viel. Nee. Heeft hij onder controle. Hier, weg met die Chris. Bernat, 4-1. Maakt niet uit. Netjes hoor dit. Gaat goed. Ja, toch met een... Hoe kan hij nou een hebben? Wat is dit nou weer voor fraude? Oké, assists. Ja, hier, 2 assists. Hij heeft gehandeld. Wacht, 2 assists en een goal, dat is gewoon prima. Ja. En wij maar denken, die guy doet niks. 708 muntjes, gaat lekker. In dat bankie. Mooi. Kijk, dat smerige lachje ook van die TVS. Hij weet gewoon dat hij toch even fraudeert. Ja, mooi. Nou, laten we eens even zien. Wat heeft die man? Oei. Zo. Oei, 100 chemistry. In vorm match? Zijn hele verdediging is in vorm. Ja. Trouwens ook Messi, die zag ik nog niet. Oh ja, nee, die stond gewoon aan de rechter. Messi, ja. Die moet gehandeld worden door, wie hebben we linksback? Meneer Felipe Luis. Ja. Gaat gebeuren. Fuck. We hebben 5 middenvelders, dus is dit van ons? Ik denk het niet, aangezien wij ons team nog kunnen zien. 319 muntjes. Zijn we nu door? Ik denk het. Hij heeft een uniform.
Wat is dit voor team? Ja, iedereen heeft... Ik heb geen enkele Chris bij ons zien langskomen. Nee. Maar had je hem gekozen? Het is wel Chris op zich wel. Maar hij heeft Suarez en Chris, hè? Ja, het is dubbel op. Het is belachelijk. En 100 chemistry. En 100 chemistry. Dit wordt moeilijk. Niet. Abdennour, voor het laatst. Nou. Okay, zo, dan. Die handelt die bal even. Meen je dit? Can you believe it? Wat? Die man wilde gewoon een nieuwe fit draft beginnen. Hij heeft zo'n team en dan wil hij... Hebben we nu wel gewonnen? Ja, bedoel, want hij liep hem erin. Kijk. Kijk, zo is het makkelijk. Dan hoeft TVS niet te handelen, dan gaat het vanzelf wel. Ja, of die hij zag TVS, ah, dat ga ik niet handelen. Ja. Ik stop er maar gewoon gelijk mee. Team Chemistry TVS, dag. Dag. Wat is dit nou weer? 57 chemistry. Hij zit wel in de derde ronde, ik bedoel. Ja, en hij heeft Messi rechts achterin. Dat zou wel weer heel overpowered zijn om een of zo. Ja, die gaat gewoon skelter over die lijn heen. Ja, misschien. Je zou denken, dit moet je handelen en dit wordt weer echt... Ja, nee, dit wordt de grootste struggle ooit. Hey, we gaan maar eens even meer Sanchez erin zetten. Hey, kijk, dat is een goeie. Aangezien we aftrap hadden. Ik zie TVS, die heeft de ruimte. Meh. Dat is... Ik dacht serieus... Yo, what mate? Wat is dit? Wat is er aan de hand met dit verdomde spel? En zoveel gratis ja, meetjes. Ja, nu mogen we niet door, volgens mij. Ja, zie je, dan moeten we weer opnieuw. Nou, oh, verdomme! Ja, nee. Die Suarez doet nu al een vingertje naar je. Ja, hij is zus, maar ze hebben die Skeltus, ze hebben Chris en Rakitic. Auwe, er klopt iets niet met dit spel. Het is wel gratis meetjes, elke keer dat dan weer wel. Nou, leuk naar al die teampjes kijken waar je niet tegen kan spelen. Ja. Zo, je hebt zo, oh mijn god, dit. Ja, en dan laat maar raden, hij heeft een Chris. Ja, wie niet? Ja, oh, en Neymar. Oh, Neymar, ja hoor. En een Gerrit. Ja, maar die en een Rakitic. De belangrijkste man is toch die Rakitic. En hij heeft dezelfde als wij, hè, die verdediger. Ja, die Abdennour. Ja, mooi. Ik denk dat hij hem boekt. Hij boekt hem niet. Ja. Ouwe, ik start het spel opnieuw op. Dat klopt hier nee, niet. Nee, dit is echt geglitst. Is dit een bug? Ja, maar wie... Hey, zo noemen die coin sponsors dus even, die coins harvesten. Ja, ja, we hebben gefraude internet en... Wil je coins kopen? Ga dan even naar fuckinggamemeneer.nl en... Ja, man. Ja. Coin farmen 1-1. Nou, teambeoordeling. Ah, een Robert. Hij heeft een Robert. En een Costa. En een Costa. En een Neymar. En zo'n Claudio. Waarom zuigen ze allemaal op een duimpie? Ja, of niet? Hier, Neymar en die andere gast. Ziet er wel goed uit. Waarschijnlijk zal onderling gesproken, jongens. We zijn gewoon een stel kinderen op de duimpjes zuigen. En allemaal speciaal allemaal voor die EA-foto. Ja. Nou, durven we te wisselen? Gaat die man al weg? Nee, even niet wisselen. Ik wil nu gewoon even spelen. Ik heb al genoeg teams beoordeeld en gezien. Mooi. Maar waar is onze verdediging nou? Ja, die Chris die is op de brommer. Die snel. Hou die hem snel tegen. Ik dacht al. Sorry. Die denkt ook, hey, ik sta in een mooie hoek, crossen. Kom op. Ja, het hoor. Nee. Oh, ja, dat hoorde eerst een tackle te wezen. Oh, Abdennour. TVS. Hoek no. In. Nee, paas. Tieft hem die hoek in. Opeens heb ik hem. De rust. De rust. Nee. Te veel. Meneer Costa. Eén ding. Er wordt gespeeld. Er wordt zeker gespeeld. Nee. Er wordt ook lekker gespeeld. Ja, roeren. Ja, ik probeer te boeken met Boa. Oh, joh. Oh, je bent door. Ik heb de ruimte. En je moet het zelf gaan doen. Doe het. You what, mate? The fucking rest, standing tackle was the century. Ja, die is tegengehouden. Ja, mooi. Naar beneden. Ja. Near post op pie. Dat was niet near post, dat was gewoon op de keeper. Ja, ik wilde hem near post op pie, maar... Oké, Wacht, ik moet nog inloggen. Zie je hem? Ja, hier staat die man. Komt-ie. Gerard. Die is goed. Die is heel goed. Coleman, die kan dit. Die valt op de grond. Dat is triest. TVS? Ik zie je. Boek. Ja, maar dit is die single tap, weet je. Dat slaat nergens op. Oh, hoekie. Can you believe it? Nee, TVS. Dit is de tweede keer. Voor ja, een andere tweede keer ook al. Nee, volgens mij was het dit potje zelfs nog. Ik zie je. Xavier. Go. Nou, kom op. Ik probeer ze tegen te houden. Oh man! Hij loopt er mezelf in. Etje! Ja, maar weer op de paal, hè? Ja, wat hebben we met die paal, man? Echt, die paal is te groot. Je hebt dus gewoon even een paar meter verbreed.
Ja, het ging echt zo heel op, wow, zo, nou ja. Toch in de kruising. En wie is het? Ginter, hè? In vorm Ginter. Ja, die man. Nee. Oh. Oh, Silky. Silky Hoekie. Ja. Kijk, dat is mooi. Het Silky paasje. Ah, toch die Sanchez. Ja. Goud wisseltje. Doet hij toch even iets. Nee. Ja, bam. Oh. Ja, ik zie hem. Hoekie. En dan loop ik hem nog over de lijn. Ik wil hem terugkappen. Het ja, is ongelooflijk. Mag niet. Hier, 12-7. Die man wordt even flink in de hoek gezet. Dat is zo mooi. Ga je maar even nadenken over hoe bad je bent. Maar eigenlijk, we hebben nog een helft te spelen. Ja, oké. Okay. Er kan nog veel gebeuren. Oh, keeper? Nee, die is te laat. Ja, verdomme. Ja, het begint al. 3-1. Proost. Ja, op de 3-3. TVS? Ja. Oh, TVS, alsjeblieft. Hoekie. Alsjeblieft. Ja. Hop, kijk neer. Hij heeft Neuer eruit gehaald. Serieus? Ja, daar staat een andere keeper in. Oh. Oh, dat is een flinke job, mate. Mooi. Hier. Het mag nog gewoon over een fraude. Wat een fraude. Kom op. Ja, ik ben ermee bezig. Hier. Oh. Met zijn linkerpoot en dan finesse ik hem naar rechts. Ja. Net schoot hij nog alles netjes erin en nou ineens... Nu gedraagt hij zich niet. Welk been is die man? Links of rechts? Ik denk rechts. Ook bad. Ik denk rechts. Nee, heb je. Tevez? Oh, open draai of the century. Ja. Stop dat dansje, mee, doe dat dansje maar, dat is lekker. Slinger hem erin. Ja, hij heeft zo'n gehaktbal daar staan. Huppa, hoekie in. Ja, lekker. Gehaktbalmatch. Hey. High five's worden uitgedeeld, mag ook hoor. Mag er hier ook. Zo. Die mag aangetikt worden. Kijk, die TVS toch weer net. Ja, hij doet het. Heeft hij een hat-trick? Volgens mij wel. Dan wordt het balletje meegenomen. Yep. Balletje mag mee naar huis. Tief die bal maar de bus in. Ja, naast die beker. Ah, 6-1. 6-1. Die man is geklaard. Zo. Ah, ik had wel even willen zien over het balletje. Ja, hij liep al. Ja, hier 9-7. Ja. Toch weer even dat lachende mondje. Huppa, ja, 1600 muntjes. En verder. Ja, dan gaan we voor de laatste. Ja, het finaletje. Ik weet niet met hoeveel geld je begon, maar als ik nu even daar linksboven kijk... Ik begon met iets van 14.000 of zo. Ja, het zijn toch even 5.000. Ja, dus flink wat geld binnengehaald. Chris Neymar, Benzema, Rakitic, Turan. Hij heeft nog een Godin... Oh, wij hadden een Godin van 86, toch? Ja, wij doen de gewone. Niet de in vorm, geloof ik. Zo. Heids? Ja. Mooi moment. Neymar gedraagt zich niet. Ja, dan hoek je hem. Op de brommer. Start hem maar. Zo! Fluiten? Meneer Danilo is dat even. Die duwt even een paar Sanchezjes aan de kant in zijn vrije tijd. Kiepertje. Zo! Hoi. Duik. En voor ons ook nog. TVS, wat een man. Nieuw Suarez hier. TVS! Aanname! Scheidsie! Oh man! Hebben? Oh man! Nee, ja, dat is buitenspel. Het is fucking lelijk. De rust was zo aanwezig en wordt me zo hard misgund. En maar wie hebben ze in het doel? Ja, zo'n Markie ter Stegen. Ja, mooi. Die gaat even geklaard worden. Oh, oké, Sanchez. Oh. Hoekie. Wat? Ik dacht, die zit erin. Ik dacht dat er een vuistje gaat de lucht in. Ja, dat vuistje. Ik wilde zo hard dat vuistje de lucht in doen. Alles ging goed, maar dat affinesse, dat was weer slecht. Terwijl hij nog de hoogste shooting had van al die linksmids. Kijk, dat is mooi. Toet. Stop! Stop, man. Kijk, komen. Wat? Ja, dat is fraude. Wat? Kom op. Speel die bal. Alsjeblieft, wat is dit nou weer? Nee. Nou. Ons keeper houden. Dat is lukt. Kijk me nog wat uit. Het is door. Ik probeer. Okay, 1 op 1 op de keeper. Hij komt. Niet. Ik kan echt niet afmaken, ouwe. Wat is dit? Ik kan echt niet afmaken. Dit is echt bad. Wat is dit? Dit is echt bad. Waarom gaat dit er niet in? Dit is echt slecht. Ah man, bit een bash match. Oh. Chris. Kijk. Zo doe je dat! Ja, kijk hoe de baas het doet, hè?
Maar ik dacht, die vieze sliding van die man, yeah, die gaat me nog raken ook, weet je. Kijk hoe fraude die is. Plop, tik me gewoon even nog onderuit. Ja, jij hebt de rust. Ik had de rust niet. Ah, man. Een smerig. Ja. Zoveel ruimte. En wie is het? Ik weet niet. Niet eens een van die sterspelers die heeft. Gewoon een random joch. Tesoras. Ik weet het niet hoor, met die angel. Ja, die angel die moet kan. Als hij niet handelt. Banky, klaar. Hier, kunnen we starten? Dan gaan we dat nu doen. Kloot. Nee, nou, als we nu die bal aanraken, tegen het startknopje. Ja. Aanraken. Ik raak die bal niet aan. Oh nee. Die smerige balk in beeld. Inderdaad. Oh. Ja, hier, hij wordt gewoon aan de kant gezet. Ah, het is een skelter. Het is een skelter. Echt met zo'n punt op zijn kop. Oh mijn god, jij kan echt niet finishen. Ik kan dat maken. Markie te stegen. Ja, die man. Die heeft mij onder controle. Hoe score je tegen Markie? Ik weet het niet. Defes. Ja, Defes! Lekker dan. Eindelijk. Ga dan maar die verhoek. Ja, doe maar dat handje. Zo. Lekker. Jezus, wat een stress. Toen je dat, je kapte daar. Ik stresste hem zo hard, die gaat er niet in. Ik zie je. Nee, waarom? Behoud de rust. Ja, ik dacht, er zat een beetje delay in. Net was dat namelijk ook met die TVS. Daarom schoot ik meteen. Ja. Doe maar. Nee. Verdomme. Come on. Is dit hem? We hebben gewonnen. Lekker man. Come on, heerlijk. Oh. Hij is behaald. Ah, toch weer die TVS die even het weer gedaan. Ja. Kijk, hij staat weer gewoon. Ongelooflijk dit. Ongelooflijk. Het had zo moeten zijn, meneer TVS. En ook 1500 muntjes in dat pocketje. Lekker hoor, lekker. Hé, wat krijgen we nu? Ja, dat gaan we zien. Voorsprong prijzen. Open het balletje. Oh. Flashy. Ik zie een zeldzame spacepakket en een goud pakketje. Oké. Nou, doe eerst even dat gouden pakketje. Ja, goud pakketje. Toevallig eentje gratis gekregen van EA ook nog, dus dat is fijn. Ah, Jackie Wilshere, ja. Ja, doe maar niet. Weg ermee. Ah, die komt bij het BPL-team, lekker meneer Coleman mag die spelen. Ja, denk. Nou. Dan hebben wij het zeldzame spelerspakket. Doe maar zo even zo'n neem voor Robert. Ja, oh man, als ik die heb. Frank! Naast. Ja, die kutvishoofd! Smerige vishoofd! Wat nog meer? Kagawa? Ah, Sterling. Sterling is decent. Ja, kijk, die kunnen gewoon... Hup. Banky. Sterling is voor mij nog wel waard. Ja. Oh, hier, die vissenpoep of vogelpoep. Vogelpoep, boy. En dan hebben we nog één goud pakketje gratis van EA gekregen. Gratis EA pakketje. Gooi even zo'n Frankie. Dat had wel mooi geweest. Ja, nee. Ja. Dat is een joch. Dat is weer triest. Wil je nog meer back? Kijk, hij moet even zijn back dicht houden. Oh, woordgrappie. Bip. En zo zie je maar weer, dan hebben we opeens bijna 28.000 muntjes. De controle wordt neergelegd. Hij mag neer. Ferry, leuk dat je er was. Ja, het was... We hebben flink geklaard met z'n tweeën tegen allemaal individuele persoontjes. Zeker. Vond je dit voor herhaling vatbaar? Laat het dan gerust weten met een duimpje omhoog of een reactie. Mag allebei. En dan, dat was hem. Ja, dat was hem. Doei. Doei.